hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer vandaag zondag. En we leven om 12.22 uur, dus loopt tegen 12:30 aan. Het is 4 november. Dus ja, we gaan er steeds stapje voor stapje dichter elkaar in haar bruiloft. Qua operatie gaat het de buik, met de buik gaat ook aardig goed. De hechtingen die zijn aan het oplossen, dus ja, wat wil ze nog meer? Ze is weer druk, tenminste druk. Ze legt ook nog lekker heerlijk genietend op bed. En vanaf bed doet ze ook dingen, zoals voor de bruiloft bezig en regelen en dit doen en dat doen. Dus ja, het gaat helemaal goed en ze gaat ook al de straat op. Nou, je moet ook kunnen. Maar in ieder geval, ik wens jullie als eerste ook nog een heel hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ze zijn binnen. Daro 2 en Daro 1. Dus dat is helemaal al goed. Het is ook mooi weer. Hebben ze ook gisteren nog beloofd. Vanmiddag zou Chrisje komen. Ik heb nog geen afbelletje gehoord of wat dan ook. Dus dat zal wel goed zitten. Ik heb een broodje klaarstaan en ik heb koffie klaarstaan. Ik heb mijn plaatjesprogramma, die start ik even goed altijd op. Of ik het nou wel doe of niet. Je weet het maar nooit wat het dagje brengen gaat. Ik heb 2 kerstkleedjes meegenomen. Het behoort bij elkaar, maar de ene is vaker gebruikt dan de ander. Maar in ieder geval, dat is voor mijn herdenkingshoekje, want daar komt de kerststal op te staan. Maar dat moet nog allemaal verzolderd. Dat is allemaal groot spul en zwaar en dat kan ik zelf niet in mijn eentje van de zolder krijgen. Daar moet ik sowieso 1 persoon bij hebben en ja. Misschien dat Chrisje het wil, maar misschien dat we ook weggaan. Ja, ik moet weg. Ik moet ook voor Pokémon weg. Ja, Mitchell, die nou in Ierland zit, die helpt me vannacht om 1 uur. Want dan moeten we met een Lucky Egg, geloof ik, bezig. Weet ik veel, geen verstand van. Maar in ieder geval, die helpt mij op weg ermee. Dat doen we saampjes. En dan komt het vast wel goed. En, ach ja. Voor de rest, we zien wat de dag ons brengen gaat. Ja toch, dan is de verrassing dus te groter. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Ja, doe maar. Is niet lekker. Nou, dan niet. Ja, nou, en kijk eens wie we daar hebben. Onze Chrisje. Hallo allemaal weer. Daar waren we weer. Hey, ik vergeet het niet. Kijk maar, kinderen. Hallo. Daar ging bijna een stoel ondersteboven. Ja, dat weet ik. Nou, meneer Frodo. Grote piek. Ja, en Chrisje die heeft zoiets moois van boven gekregen. Van ons poezenbeestje. Arwen, een hele brief. Ik ga hem nou niet voorlezen, want dan begin ik weer te huilen. Ja, dat... Ik zal hem even omdraaien. Ik heb net zitten te janken. Helaas wel. Maar ja, dat heb je, hè. Als je zoiets krijgt te horen van een poezenbeestje. Wat even in, de, ja, in je geest, hè. Komt dat dan? Ja, ik weet niet waar. Maar in ieder geval... Misschien wel in de grote teen. Dat ik kan ook nog niet. Wel in de grote teen. Maar ik heb een hele, iets heel moois. Via Arwen naar Chrisje toe, naar mij toe gekregen. En daar ben ik super blij mee. Zo blij dat ik dus begon te janken. Maar ja, wat heb je? Ik lees hem nou niet voor, dan moet ik eerst weer wat sterker in mijn schoenen staan. Moet ik eerst maar weg geweest zijn of weet ik veel wat. En er wil er eentje naar buiten, maar die moet eerst zijn melkkorf weer om. Nee, die legt gewoon. Die hoeft zijn melkkorf niet om, want ik heb hem in de meenemen. Oh, je gaat even roken. Ook goed. En ik ben bang dat die straks vandaag of morgen er ook dood gaat. Die plant. Nee, die krijgt van mij geen water, omdat ik hem... Hij moet hem water geven. Geen water. Wat
Al ben jij toch op een hart dragen, mens. Ja, nou ja. Verschrikkelijk gewoon. Ik weet niet waar ik mijn water moet geven. Dat ding dat je zelf niet groot. Merendeel onder water, op de aarde, hè? Dat ding dat is zo giga dik. Maar oké, ja, daarop. En we gaan straks op de kou in. Ja, Chrissy die kwam verkleumd binnen, maar we hoeven ook niet ver weg, hè. Nee. Het is langs Pokémon Stop, zoveel Cape Holland of weet ik veel wat. En draai je naar die Pokémon Stop, zodat ik dus cadeautjes krijg, andere attributen krijg, etcetera, etcetera. Want ja, ik moet cadeautjes hebben. Dus ja, ik weet het anders ook niet. Maar het komt goed, zeker. Dat Chrissy staat nou lekker buiten te roken. Frodo is bij de. Ik ga naar het toilet en ik ga mijn koffie opdrinken. En daar komt meneer Gandalf nog eens een keer aan. Hé, Gandalf. Hi. Zo dan. Je dokus. Zo dan. Hé. Ja, dat. Die is dus ook weer even binnen. Tot wanneer die weer naar buiten wil. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie doen gaan. Ik laat later vandaag wel even zien wat ik al gedaan heb. Nou ja, het aanrecht is weer bling bling schoon. De vaat zit in de vaatwasser en het herdenkingsdoekje ligt al een kerstkleed. Maar dat laat ik vanavond wel zien of morgen. Want morgen komen de rest van de kerstspullen naar beneden. Dus ook de kerststal en dan ging daar weer verder mee. Astrid die komt morgen niet, want die krijgt weer andere hulp over haar vloer. Tenminste niet over de vloer, nou ja, voor de koffie en de wc. Maar voor de rest zijn ze buiten aan het werk beide. De tuin wordt opgeknapt. Nou, ik ben wel blij voor haar. Maar ja, dat wordt op maandag momenteel helaas gedaan. Dus op maandag komt ze weer niet, net als vorige week. En vrijdag komt ze wel, dus ja, we zullen het beleven en we komen er wel uit allemaal wat dat er gaat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, oeps, het wordt alweer donker, jeetje, oepsie. Nou, doen we het zo. Chrissy is alweer weg. Ik had de GoPro-camera mee, maar helaas. Wat ben ik een domme. Ja, ik was hem vergeten aan te doen. Maar het was ook roetje koud. Dat we thuis kwamen, hebben we koffie gedaan. Toen zijn we naar boven gegaan. Ja, we zijn de zolder op gegaan. En Chrissy heeft aangepakt. Ik heb aangegeven. Kerstspullen staan op de kattenkamer. Op één doos na. En nog wat na. Wat heb ik zelf meegenomen? Dat laat ik zo zien. Er staat hier ook een doos voor mijn neus, daar ga ik zo meteen aan de gang. Voor in de hoekje, waar, mijn dierbare hoekje, daar zit mijn kerststal en toebehoren erbij. En de krans, die hangt ook al, die heb ik zelf ooit gemaakt. En daar was mijn mannetje zo trots op. Die vond hij zo mooi en die heb ik toen ook daar toen gehangen en dat vond hij heel mooi hangen. Hij zei, nou, ik hang hem daar gewoon ieder jaar gewoon weer terug. Nou, hij had er zin, vlak bij hem, hè. Ja. Dus, ja. Ik ben er zelf ook blij mee. En ja, ik ga ook voor jullie even dat voorlezen. Wat van mijn poesje Beesje Arwen af is gekomen. Wat Chrissy mij vertelde. Hoe, ja, je kan met het hier normaal skeeën in aanraking komen. Ik denk dat jullie dat wel weten. Ik kan het zelf ook. Ik kan met mijn dierbaren praten als ik wil. Ik kan ze oproepen als ik wil. Maar dan moet ik zelf ook rust hebben in me. Nou heeft Chrissy, die kreeg bezoek van mijn poezenbeestje Arwen. Nu al. Ja, nu al. Dat is snel.
Ze is drie nachten met haar bezig geweest. En toen zei Chrissy tegen haar, van nou, vertel het mij dan. Dan zet ik het op papier en dan lees ik het bij haar voor. Nou, zij heeft het gedaan totdat ik dus inderdaad de tranen kreeg. Ik zal het jullie voorlezen, maar ik moet even het klepje naar de andere kant doen. Zo, dan moet ik even draaien. Hubbedubbedub. Nou, ik lees al even voor hoor. Lieve Corina, dank je wel voor al die mooie jaren die we bij elkaar waren. Dank je wel voor al het voedsel dat ik heb mogen eten. Dat zal ik nimmer meer vergeten. Dank je wel voor alle zorg tijdens mijn ziek zijn. Het voelde warm en groot, ook al was ik klein. Ik zal je nimmer vergeten. Dit is wat ik je wilde laten weten. Ik ben echt niet alleen. Heb mijn baasje weer om mij heen. Zorg goed voor mijn broertjes en zusje. Ik geef ze samen van mij een kusje. Ik ben niet meer benauwd en heb geen pijn. Ik kan hier ook weer gelukkig zijn. Weet dat we van je houden en zijn vol trots. Ja, sla jezelf maar op je borst. Hoe jij weer in het leven staat, is wat menigeen verbaast. Ik ben blij je te hebben gekend en hoe je mij in mijn leven hebt verwend. We kijken over je schouder heen en zo ben je nimmer alleen. Dank je wel voor alle mooie jaren die we bij elkaar waren. Lief voor je zorgen, kindje. Nou ja, dat was dus van Armentje. Ja, nou heb ik dus weer de tranen in mijn ogen. Nou ja, daar schaam ik me niet voor. Nee, echt niet. Waarom wel? Dat is het leven. Maar in ieder geval, het gaat vanzelf wel weer over. Ik ga straks lekker even bezig nog. Meneer, jeetje, echt. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Een mens mag huilen. Een mens mag zijn gevoelens laten tonen. Of je nou een man of een vrouw bent. Ja, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, zo. Jeetje. Maar oké, ik ga even een bakje koffie maken. En dan ga ik aan de gang. En ik laat het jullie dan wel weer zien. Ja, ik heb wel al een kerstkleed te hangen, maar ik heb hem weer volgezet met dingen wat er nou ook af moet. Ja, dus we gaan aan de gang, ik zou zeggen. Tot straks, lieve vrienden. En geniet van alles wat jullie nog doen gaan. Het is nog vroeg. Ja, je hebt vroeg eten, je hebt later eten, ik ben later eten. Dus degene die gaan eten, eet smakelijk. En tot straks. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, ik ben weer even retour. En ja. Ik heb de kerststal staan op mijn dierbare plekje. En mijn eigen mannetje, die mag dienen als engel Gabriel. Ja, die heb ik in de stal gezet. Dat kijk zelf maar. Ik hoop dat jullie het allemaal zo wat kunnen bekijken. Ik ga even wat verder. Toch mooi of niet dan? Vind ik van wel, ja. Ik denk dat ja, die kaarsjes die hebben al gebrand, maar die brand ik van ja, misschien vanavond nog eens eventjes. Dus deze. En deze. Dus we kennen daar ook weer nieuwe in. En ik hoorde miauw. Is dat zo? Oh ja, is dat zo? Nee. Ja? Oh ja? En er is er nog eentje. Die is hier aan het kwispelen. En hij is stout geweest. Want ik zie daar wat. Ja, hier. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Daar is hij bezig geweest. Kijk.
helemaal... Ben je even bezig met andere dingen of je gaat naar de wc? Ja, weer tot de bloeders aan toe. Dus je stout melkwarm weer om, hè? Ja, ik kan dat drogen, want het is helemaal nat. Ja? Is ze niet lief, hè? Nee? Zometeen de melkwarm maar weer om. En dan blijft hij weer een tijdje om. En dan met eten. Even af en dan met eten, na het eten weer op. Simpel zat. Ja, dat heet met stoute hondjes. Of niet dan? Vind ik van wel, ja. Dus ja, lieve vrienden, dat komt allemaal goed. En ik krijg allemaal dingen te horen dat ik binnenkort bezoek krijg van iemand die al een keer eerder hier is geweest, samen met Karen en iemand anders. Maar of dat moet ik eerst even bekijken, hè? Of dat ook zo is. Ja, ik heb hem wel uitgenodigd, maar ik heb hem zelf na die tijd niet meer gesproken. Of het wel of niet doorgaat, ja of nee. Of die wilt ja of nee, wat weet ik ervan. Maar ja, hij heeft vanochtend Karin wakker gebeld, dus ja. Dus dat zal het zo wel wezen, toch? Maar ja, oké, hoe laat is het? Ik ga voor de dieren zorgen. Dan kan Frodo daarna, als hij zijn eten op hebt, zijn melkkorf om krijgen. En dan kan ik ook voor mezelf gaan beginnen. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond. Ja, ja. Dat het is zondagavond, nog steeds, ja. En we leven, hoe laat leven we? 21 uur 42 en het is 4 oktober. Nee, niet waar, ik lieg, toch? November al. Ja! Oepsie, 4 november, ja. Vrouwtje even door de war, hè? Ja, vrouwtje door de war, hè? Ja, ja. Dan moet je dat daar nou zien zitten. Zoutzakje. Eeuw in zoutzakje zijn. Ja. Maar ja, vergis je eens menselijk, toch? Ja. Maar in ieder geval, ik wil jullie allemaal een hele fijne avond wensen. En voor straks slaap lekker. En ook weer gezond op. En voor daarna, graag tot aan de andere kant van de nacht. Morgen is dus maandag. Dan krijg ik mijn persoonlijke begeleider voor Zerralo, de heer Jack, weer. En die mag dan even wat doen, want hij mag ook naar zolder. Tenminste, ik ga naar zolder, ik geef het hem aan. Het zijn geen kerstspullen, nee, spullen van een ander. Ja. Noem geen namen, nee. Het zijn geen vloggers, ook niet. Nee, houden ze gelukkig niet van. Nou ja, ik hoef ze er ook niet bij te hebben. Maar in ieder geval, spullen van een ander die ik hier op zolder heb staan. Het staat al veel meer dan een jaar, want ze was nog zwanger en het kind wat wat geboren is, dat is ook alweer een jaar geweest. Dat is in augustus een jaar geworden. En daarvoor is het al op zolder gezet. En het zou dan er weer afgehaald worden wanneer de reparatie van hun huis klaar was. Dat was lekkage met regen. Dat is gemaakt, al lang al. Dat was met 3-4 maanden, dat geduurd totaal, want het werd 2 keer moest het gedaan worden. Want het was de eerste keer, begon het weer te lekken, dus nog een keer. Dus hadden ze denk ik in mijn ogen dan niet goed gerepareerd. En we zien wel, maar in ieder geval, ze zouden het woensdag op komen halen. Ik zei, zo niet. Ik zei, dan staat het buiten. Dus ik heb het een aantal keren al gevraagd. Ik zei, ik ben nou zat. Ik zeg, die zolder moet ook opgeruimd worden. Ik zeg, en ik zit maar met die spullen van jullie heen en weer te slepen van de ene kant naar de andere kant. Ik zeg, ik heb er schoon mijn ocht van. Ze weg ermee. Ze kom je het niet ophalen, ik zeg, dan breng ik het, dan gaat het weg. Punt. Nou, nou heeft ze beloofd hoe ze erop te halen. Nou, hier zien dan geloven. Komt ze niet, dan zet ik het buiten neer en dan wordt het weggebracht.
Ja, gaat het mooi naar de kringloop. Maar in ieder geval, dan kan je toch een andere mee blij maken als je naar de kringloop brengt. Ja. Maar in ieder geval, ik laat niet met me zollen en dat denkt zij dus wel. Het is een jong grietje nog met haar man, maar in ieder geval, ik laat niet met me zollen. Wat denkt ze wie ze is? De koningin van Den Helder of zo. Kom, en dan een grote mond over mij en een grote mond over andere mensen. En dat vind ik nog het ergste. Ja. Dus, en dan mijn overledene man er nog bij halen. Ook dat nog. Nou, dat vind ik nog veel erger. Kom zeg. Nee, dat word ik zo boos. Ja, echt. Maar oké, nogmaals, lieve vrienden. Tot aan de andere kant van de nacht. En weet, God houdt over ons de wacht. Ze zeggen, welterusten allemaal.